Nou, Bredavoor ontwijken zal ik niet, maar misschien s'avonds sommige buurten of dat zal ik wel ontwijken. Breda nu. Je weet het meteen. Hoe veilig is Breda? Dat is wat wij ons afvragen na meerdere gewelddadige incidenten in de afgelopen tijd in onze binnenstad. Denk aan de dodelijke steekpartij afgelopen weekend of het traangasincident in Café Jansen. Met een burgemeester die criminaliteit de kop in wil drukken, maar nog steeds zoveel incidenten, vragen wij ons af hoe veilig voelen de inwoners van Breda zich eigenlijk. Meneer, hoe veilig voelt u zich in Breda? Ik voel me hier voor 90% veilig. En wat is dan die ene 10%? Je weet het nooit. Ja. En u zei dat u hier al heel lang komt. Is dat gevoel altijd zo geweest of is het misschien minder geworden? Ja, ik heb een voorliefde voor Breda. Omdat ik hier vroeger een vriendin had. Zodoende ben ik hier jarenlang gekomen eigenlijk. Ja. Heel veilig, heel op mijn gemak. U heeft, want hoe vaak komt u hier? Eén keer per week. En u heeft nooit iets meegemaakt of... Een vervelende herinnering? Wel in de krant gelezen, maar zelf nooit wat meegemaakt hier. Leest u zo aan de krant over Breda dan? Nou, dat er weer eens iemand heel hard heeft gereden en iemand is aangereden. En dat er iemand gestoken is en meer dat soort dingen. Dus dat er wat misdaad is in Breda, dat ligt voor de hand. Maar ik heb nog nooit gezien hier. Nou, het is nu nog erg vroeg, dus zoals jullie kunnen zien er zijn mensen op straat. Maar het is niet druk en ik voel me prima. Het is veilig genoeg wat mij betreft. Ik voel me goed veilig, ja. Tenminste, ik heb nergens last van. Kent u verhalen of kent u mensen in Breda? Valkenberg is heel vervelend, ook als je van de trein komt om daar doorheen te komen. En zelfs als je gewoon midden voor in de avond daar doorrijdt met je fiets, dan heb ik altijd dan het gevoel dat je in de gaten gehouden wordt. Maar ik zie dan ook heel veel jongeren staan en dat vind ik vervelend. Nou, over het algemeen wel redelijk veilig, ja. Heeft u misschien recentelijk dingen gehoord of gelezen die er gebeurd zijn in Breda? Gelezen wel, ja, en gehoord van afgelopen weekend. Die steekpartij? Ja. En u heeft daardoor niet zoiets van, ik ga toch Breda maar even ontwijken de komende tijd? Nou, Breda voor ontwijken zal ik niet, maar misschien s'avonds sommige buurten of dat zal ik wel ontwijken. Overdag 100%. S'avonds en s'nachts kan ik er geen mening over zeggen, want ik kom er nooit. Ik lees het alleen maar in de krant en dan denk ik, o jee. U heeft nooit iets meegemaakt in Breda, wat misschien niet zo prettig was? Of... Nee, alleen maar leuke dingen. Ja, dat klopt. Breda nu. Je weet het meteen.